Dag vrienden, luister even naar wat ik hier vertel. Wat mij is overkomen, daar ginds in Kiepietsdel. Ons moette daar een meisje, men noemt haar Bruin Oegrie. Een kind om van te dromen, zolang als je haar ziet. Je hoort een leekje, hoort een leekje. Goud en huwelijk, ze zei dat zit wel goed. Ik reed terug naar haar ouders en was heel welgemoed. Haar moeder was er tegen, die zei dat gaat niet door. Ik heb voor iets een ander man en die gaat bij mij voor. Je hoort een leekje, hoort een leekje, hoort een leekje, hoort een leekje. Je hoort een leekje, 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 hoort een leekje. Heel hard op tafel en speelde op mijn poot. En riep ik wil mijn liefste of schiet hier alles dood. Ze werden toen wat bleekjes en ook een beetje bang. Ik kreeg dus gauw een ja-woord en bleef er niet meer lang. Je hoort een leekje, hoort een leekje, hoort een leekje. Je hoort een leekje, hoort een leekje, hoort een leekje, hoort een leekje. Toen ik Riet weer terug vond, ik snap niet hoe dat kan. Toen had ze weer een ander, een knappe, rijke man. Ik heb me toen maar gauw bedacht en ik zei tot haar vaarwel. Sindsdien blijf ik maar liever heel ver van Kiepietsdel.